nou? Dit is zo awkward aan jullie. Nee, dit middag. Is echt awkward. En dat betekent... Nee. Luister, luister, ik ga aan het woord eventjes. Luister wat ik wou zeggen. Goedemorgen. Vandaag gaan we de 10.000 calorieën challenge doen. En dat betekent dat we in totaal 30.000 calorieën gaan eten. En dit doe ik natuurlijk niet alleen, maar dit doe ik samen met... Jesse. En zijn broertje. Louis. Ja, dus ik ben benieuwd of we het allemaal gaan halen. Ik ben er zwaar van overtuigd dat ik hem zeker ga rocken. Nee. We gaan, dit komt er ook in hoor. Doe nou niet zo raar. Zo lekker zonnetje in je lappen. Nou, we gaan nu bij Mr. Nono ontbijten. En dat is een super lekker zaakje in Rotterdam. Hier kan je lekker pannenkoekjes eten. En daar zitten dus denk ik zwaar veel calorieën in. Zeker als je ze lekker dik gaat beleggen. Zo, let's go! Daar toch? Nee, daar. Waar? Daar. Oh. Komt of ik ook een nieuwe dingen. Dus. Honger. Jongens, gaan we dit opkrijgen? Nog wel, eerste maaltijd van de dag. Ja, dat is waar. Oh, maar jongens, wat hebben we überhaupt? Wat heb jij genomen? Jij hebt kip. Ja, dat moet ik nou even vertellen. Nou, ik heb geitenkaas, soejoe, een normale kaas. En daarnaast heb ik mijn pannenkoek met Nutella, M&M's en vanwege rotje, noem je dat zo? En aardbeien. En aardbeien. Louis, wat heb jij? Ik heb de... Classic toast. Laat het zien. Met ei, bacon en avocado. En ik heb de nutty butter pancakes met walnoten en kabels. Master weg met kip, bacon, triple cheese overload en de Oreo pancakes waar ik eigenlijk niet van chocola houd. Ja, maar je moet wel ook een beetje genieten. Nu kan je nog genieten. Avocado, ja, dat is echt wel waar. Jij bent al meer gezond bezig. Ik zeg toch, ik doe de gezonde 10k. Ja, je moet minder calorieën hoor. Hè? Je moet minder calorieën. Nou, ja. Maak uit, ik ga 2 pizza's nemen. Nee, ik ga soms ook nog een mogelijk eten dan. Mijn brood was ook veel groter dan die van jullie. Niet? Doe maar niet. Veel dan? Niet? Nee. Maar jij hebt er maar één. Ik ben nu wel echt al vol hoor. Echt? Ja. Bruh. Ik wil gewoon chocola van me. Nee. Dat is ik heb nu al de strijden hoor. Dit was jullie voor Chelsea. Ik ga er nu al bijna uitkomen. Het is eigenlijk onze eerste. Ja, ik heb niet zo'n grote maag. Wacht maar tot het bij jullie zat, dan ga je janken. Ja, Louis en ik zijn klaar. Ik zit wel vol, was best heftig, die chocola. Nou kijk, maar ik heb niet alle Oreo op. Maar, ja, nou, je hebt ook geprobeerd. Ik wil alsnog de ergste. Kijk, het gaat alleen nog om dit stukje. Ja, dat is één grote hap. Je kan die zekertjes eraf snijden, dat zou ik doen. Ja. Ik zit al over de helft, dus. Van je pannenkoek op jou? Misschien net. Kijk, er was een bordje en dan kom ik. Ja, ja, dat is het moeilijkste. Nu kan je dit makkelijk beginnen. Nu ben ik aan het zakken. Zakken. Kom, jij kan het. Laat staan.
Ik voel geen groepsdruk. Oké. Nee, maar niet. Oké. Nou, ik ben nog ver gekomen. Chelsea heeft ook weer heel wat bord op. Ze hebben de heftigste. Ze heeft alleen maar chocola. En ze heeft alles opgekregen. Dus dat is heel knap van haar. Dat om 10:00 's ochtends. Stond hier? Ja. Dan loop jij achter. Oh mijn god. Je moet gelijk nog door eten. Noem eens, hou alsjeblieft op wat eten. It was at this moment he knew. He fucked up. Ik word zo moe van dit jongen. Ik zweer het, kijk maar, heb je een deel? Ja, zie je. Nou, wij hebben lekker ontbeten in ieder geval. De calorieën die worden nog berekend door het restaurant. Die... krijgen jullie straks te horen. Ik had het net eventjes zwaar, maar dat komt meer... Het is dan zo veel en zo zoet, zeg maar. En jullie lopen er echt bij alsof er niks aan de hand is. Ja, ik heb nog wel honger eigenlijk. Oh my god, Louis. Maar jij had ook wel een mini score. Ja, dat was wel klein. Oh, ik wil alleen mijn boertje slaan. Bij jou had ik nog wel kunnen nemen op een goede dag. Want ik dacht, ik wil even lekker bijten. Ik ga dat nemen. Maar voor mij was net iets te veel, man. Ja, voor mij was het gewoon goed. Je wou niet checken, was best wel heftig. Mag. Nog wel lekker kunnen eten. Die lage kaas. En wat gaan we nu doen dan? Basketballen? Nee. Oh. We gaan nu in ieder geval eventjes snacks halen. Want we gaan straks ook lekker eten. Wat gaan we halen? Donuts? Zitten veel calorietjes donuts, in? Chocola? Nee, daar word jij niet blij van. Ik wel. Lekker dan. Mr. Louis. Niet Louis. Louis! Oh, ik ben zo moe van deze twee jongens. Oké, als je bluff hebt, gooi je de basketbal mee naar Louis. Louis. Waarom ben je zo annoying? Je moet gezond eten. Met deze twee kan je echt never normaal winkelen. Oké, ze zitten dus nu al te fantaseren over... Vijf, kijk. We hebben 3 zakken Red Bull gekocht, 3 potjes Pringles en donuts. Haatsnoep. En donuts. En wij hebben alleen voor eten gekozen, want... Drinken mag niet. Zeg, drinken telt niet mee. Oké. Okay. Wij hebben alleen voor... Calorieën uit drinken telt niet mee, alleen de calorieën uit eten. Oh, jongetje, ik kan er niet bij. Ik heb mijn handen vol aan jou. Oké, wij hebben alleen voor eten gekozen, want... Calorieën uit drinken telt niet mee, helaas. Nee, dus we konden natuurlijk wel cola gaan halen en zo, maar we hebben het bij eten gehouden. Louis heeft al helemaal zin in de Pringles. Elf van Chelsea. Ja, van loser. Oké, hoe laat leven we nu? Hij zit vast. Het is nu 11:30. 11:30, klopt dat? 11:30. We gaan nu donuts eten. In 1 donut zit 220 calorieën, heb ik gezien. En in een pot Pringles. Ongeveer 900, 850, 900. Echt bizar dat je ding gewoon soms in één keer wegvreet. Oh. Ik zit nog nummer eentje. Ik weet je wat mijn ding is? Ik voel me soms ook echt wel rot als ik heel veel onzonde dingen eet. Dus dat ga ik hier nou ook echt wel hebben. Donuts vind ik wel lekker. Alleen weet je wat het ding nu is? Je moet het zo geforceerd eten en dan is het gewoon niet lekker. Eet echt snel. Pringles eten we gewoon gedurende de dag. Die gaan niet in één keer op, toch? Nee, dat gaat kotsen. Op dit moment zit ik met mijn ontbijt en 2 donuts op zoveel calorieën. Ik zit met ontbijt, 1 donut en ja, wat is het? 1/5 Pringles op zoveel calorieën. En ik na bijna 2 donuts en een ontbijt op zoveel calorieën. Kom maar alsjeblieft. Ja, het is Halloween. Ja, voor ons allemaal heet. Oké. Zus, kun je een beetje naar voren? Kan ik pas een nieuwe show? Je bent zo dik geworden. Oh. 10 kilo's calorieën. Wat gaan we doen? Oh shit, we zijn nog. We're on our way to the gym. We gaan sporten, we hebben dit mee. Vieze Pringles. Iedereen heeft gewoon Pringies. Voor de helft. Ja, jij wel. Ik open hem nu pas. Hoe laat is het? 2:00. Hoe voelden we ons net? Nou, ik voelde me echt kut. Ik heb geslapen. 2 mensen wilden ons stoppen. Ja, jij ging lekker gamen, jij helemaal chill. Zo, het switch had ook op mijn voorhoofd. Het is wel een beetje warm, dus wij gaan nu sporten om een beetje energie kwijt te raken. Dit is zo raar om te doen,
om te eten, chips te eten voordat ik ga sporten. Ja, je moet gezond. Jullie chips even makkelijk weg, zit je niet vol van toch? Nee, ik heb er nu rond een pijl op en ik kan niet los. Ik ga een beetje bij jou erbij. Oh maar op, het gaat maar met de gym. Dat helpt natuurlijk ook niet dat het 33 graden is vandaag. Dus sowieso heb je dan minder trek. Maar goed, en door. Sporten met chips op is sowieso een no-go. Maar in deze hitte moet je kijken. Dit is toch niet normaal. Het is hartstikke goed, lekker vet verbranden. Maar ik ga helemaal dood. Hoe zien jouw zweetdruppels eruit? Zijn die net zo erg als die van mij? Het is niet normaal om in te zien. Het is niet echt hier. Hey Lou. Opgever. Ik ben even gestopt bij mijn oefening, want ik ging helemaal stuk. Ik zag Louis ineens, dus dit. Ik ga. Wat is er aan de hand, Louis? Ben je gevallen op je neusje? Nee, ren om Louis neus. Ga naar maar sporten. La? Nee. Nou, we zijn 5 minuten verder. Zijn we terug? Toch? Lou hebben we achtergelaten in de gym. Toch van wat? Het is 40 graden in de gym. De airco staat niet aan, dus... Nee. Ik weet normaal nooit zo erg. En wat gaan we nu doen? Ja, ik zei, zullen we naar huis? En toen zei je, oh nee, we moeten nog eten. Dus we gaan naar de McDonald's. Of Burger King. Of Five Guys. Zullen we gewoon watermeloen halen? Doe je dans. Doe Carlton. Een vol burger. Ja. Met twister frietjes, Fanta, een dubbel hopper met normale patatjes, Fanta en een truffel chicken. Roll chicken truffel. Oh, en wat heeft iedereen? Ik heb normal fries en long chicken truffel. Ik heb de double whopper en normale frietjes. Ik weet niet echt wat ik heb eigenlijk. Ja, de draaiding. Truffel, double whopper of iets. Met twister frietjes en een mayonaise. Chelsea, jij hebt mijn frietjes. Nee, ik heb ook normale frietjes. Nee. Oh, sorry Louis. Geef niks. Maar we kunnen ook delen hoor, als je wil. Ja, dan gooi ik deze er gewoon naast. Ja. Nou, bon appetit. We hebben alle drie dus een menu. In Chelsea Burger zit 760 calorieën. Je patat is ongeveer 400 calorieën. En de frietsaus is ongeveer 80 calorieën. Louis de Burger Double Whopper zit 880 calorieën op mijn hoofd. Je frietje is ongeveer 450 calorieën. En jij hebt geen frietsaus. Nee. Ik heb de... Dit is mijn eigen burger. Truffel Double Whopper of iets dergelijks. Zit 1200 calorieën ongeveer. 1210 of iets. Mijn friet zit ook 400 calorieën en dan een frietsaus ook ongeveer 80 calorieën. Ik heb geen zoetigheid meer. Alleen warm ook weer. Ja. Wat? Ik weet niet, dat doet het gewoon niet. Dat moet je maken. Een rommeltje, maar... Oh, we hebben de donuts bij jou. Het is al. Ik zit weer helemaal onder de groepsdruk, gaan we verder aan de Pringles. Zitten nu in de auto terug. Jongens, wat gaan we hierna doen? Ja, even van het weer genieten. Nou, ik heb echt niet meer in mijn bikini te liggen nu natuurlijk hoor. We gaan naar het strand of bij mij in de achtertuin? Of willen jullie samen even weg? Nee. Strand ook nog niet per se, maar gewoon een strandje of zo of iets. Jongens, ik zit op de helft van mijn Pringles. Ja, de helft weggegooid. Hoe lang kan ik het huis dan doen? Nou, daar zijn we dan de laatste 6:10. We hebben lekker net op het strandje gelegen. En staan nu voor de New York pizza. Maar ik ga deze ronde echt overslaan, want ik ben echt misselijk gewoon. Ik weet niet, ik heb gewoon echt hele rare buikpijn. Maar jullie lopen nu uit te zoeken wat voor pizza je gaat nemen. Helaas.
Hallo, ik kan toch straks ook nog pizza bestellen als ik me beter voel. Ik heb nog niet opgegeven. Pizza met kaas. Of vier kaas pizza met kip, denk ik. Of wat anders. En jij, Lou? Ik ga voor de buffalo chicken. Cool. Oké. Okay. Hoe laat is het? 7:00. We gaan nu pas aan onze derde grote maaltijd zitten eigenlijk, dus dan lopen we een beetje achter. Chelsea is er niet bij, want die is misselijk en die gaat denk ik in bed liggen of iets. Dus ik heb de buffalo chicken. En ik heb een 4 kazen met extra kip. Voor mij, Louis, jij hebt hoeveel calorieën? 2000? Circa 2000. Ongeveer 2000. Ik heb iets minder 1900 of zo met kip erbij. Succes. Large. Dan gaan we dat opkrijgen. Dat hebben we niet gezegd, gewoon zo large. Een stukje? Nee. Ik zit heel de ik had hem hoger gezet, maar... Dat is niet te merken. Hij is weer naar beneden gelegen. Heel vervelend. Ja, ik zit zo, zie je een deel van hoop. En zo zit ik gewoon een kip. Moest ik? Nee. Dat was makkelijker dan dit. Ja. Of was het nu al gehaald? Nou, dan had je inderdaad veel weg kunnen drinken. Mm. Dan had ik het ook kunnen doen. Ik ga niet meer zo eten. Ga jij pizza bestellen? Nee. Ja, maar ik kreeg ineens, ik kreeg gewoon heel erg buikpijn ineens. Oké, we zitten op de laatste slice van de large pizza van New York. Oké. Best wel vullend, maar het gaat eigenlijk nog wel, toch? Zo even rust en dan over een paar uur nog iets. Kapsalon. Loes, dat gaat het niet doen hoor. We gaan zien, we zullen zien. Geen zin meer in de post. Oké, en dan maak ik de tussenstand voor deze jongen op. En voor deze jongen op. En voor mij op. Oké, jongens, maar dit spel zou te makkelijk zijn als er geen rare wending aan zat. Want ik heb nog een verrassing voor jullie. Degene die het niet haalt, krijgt een challenge van de andere. Dus... nog meer motivatie om het te rocken. Nee, maar ik ga het gewoon halen. Jij gaat het niet halen. Ga jij het halen? Ja, tuurlijk. Nou, mijn knappie die loopt nog eventjes laatste pringeltjes op te eten. Ben jij die voor je kapsalon straks? Nee. Nee, maar je moest. Wil je nog? Nee, dank je wel. Waffel. Half elf en we gaan nog één maaltijd eten, de laatste maaltijd. En dan gaan we kijken hoeveel calorieën we hebben gegeten. Nou, ik heb eigenlijk opgegeven, want ja, sinds vanmiddag voel ik me zo niet lekker. En misschien valt het voor sommige mensen mee hoeveel uiteindelijk, nou hoeveel ik in ieder geval op heb. Maar ik eet over het algemeen wel gewoon gezond en als ik dan wat ongezonds eet, dan is het niet in... dit soort grote porties of zo vaak achter elkaar. Dus ik denk dat mijn maag dit gewoon niet kan handelen. Ze zit hier met een zak snoep naast mij nog door te vreten. Dit moet ook nog op eigenlijk. Ja, en ik had echt wel verwacht dat ik in ieder geval verder was gekomen. Dat ik in ieder geval het avondeten nog had gehaald. Maar Lou, wat gaan we nu nog eten? Ja. Kapsalon, waar? Dat weet ik niet. Has. Has of Jaffa. Jaffa. En dan hebben we nog een uur de tijd om dat op te eten. Oh god. Niet smakelijk. Niet smakelijk, laatste maaltijd. Zo. Echt heel veel saus. Jij ook? Nog leuk, ja. Jullie slapen samen op een kamer, toch? Mhm. Ja, maar ik vind het heel veel.
Ja, dat hou op. Net als jullie met z'n vork om je slinger thuis. Wat ook. Topper. Doe een laatste hapje. Ik vind het wel zo goed als klaar. Dus friet, natte friet. Ik vind het goed. We hebben de 30.000 calorieën challenge afgerond. En dat betekent dat we hem niet hebben gehaald. Niet meer schuld. Ik heb in ieder geval mijn halve bak chips nog hier. Is ja, of een leeg. En die van Louis, Louis is die zak pringels kwijt, denk ik. Waar is je bak? En we hebben alle drie nog de zak snoep helaas over. Maar het eindtotaal van Mr. Jesse is... En van Louis... En van mij. En dat betekent dat ik de grootste loser ben. En dat er voor mij een opdracht te wachten staat. Willen jullie weten wat deze opdracht wordt? Kijk dan vooral naar mijn volgende video. Want daarin ga ik de opdracht uitvoeren. En wordt bekendgemaakt wat mijn opdracht dus gaat zijn. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Like deze video als jullie het leuk vonden. En comment... En brand los met alle leuke dingen eronder. En subscribe. Dat is abonneren. Ja, oké. Okay. Ik zeg dit Engels. Voor de Engelse kijkers. Voor de Engelse kijkers. Love you. Ik ga even kopzetten. Ciao.